Chatten met Teams, en dan met name voor bedrijven. Dat kan met Slack. In een eerste how-to heb je kunnen zien hoe je je aanmeldt bij Slack, hoe je een team maakt en hoe je mensen hiervoor kunt uitnodigen. In deze how-to het vervolg. De uitnodiging die is verstuurd aan de medewerkers komt bij hen zo binnen. Hij of zij klikt op Join Team. De genodigde vult de voor- en achternaam in. Daaronder wordt de gebruikersnaam ingevuld zonder hoofdletters en spaties. Ook hier zie je het vinkje staan, maar als je het niet erg vindt dat er zo af en toe mailtjes worden gestuurd over de Slack-service, dan laat je het vinkje staan, anders verwijder je het. Daarna moet je het wachtwoord invullen en wederom geen standaard zoals ABCDEF. Ik vul het wachtwoord in en dat wordt deze keer als great gezien. Slack is opnieuw in beeld. Je ziet dat twee medewerkers zich al hebben aangemeld en het team bestaat nu dus uit totaal 3 medewerkers. En de volgende is er ook bijgekomen. Je krijgt hiervan een bureaubladmelding. Je ziet dat er een 4e medewerker is toegevoegd. Bovenaan zie je de melding dat er ook een app is voor Slack. Handig als medewerkers ook onderweg mee moeten kunnen doen. Ik sluit deze melding. Je ziet dat het kanaal General actief is. Als je hier een bericht schrijft, komt dit bij alle medewerkers terecht. Eventueel kun je het bericht opleuken. Je verstuurt het bericht door op Enter te drukken. Je ziet dat er op het bericht wordt gereageerd. Aan de linkerkant zie je overigens de namen van de medewerkers die lid zijn van dit kanaal. Hieraan zie je dat er 2 medewerkers inactief zijn. Als je de muisaanwijzer erboven zet, dan zie je dat deze medewerker away is. Achter Slackbot zie je een rode 4. Dat betreft het aantal berichten dat je hebt binnengekregen van Slack. Je ziet hier onder andere de melding dat de medewerkers zich hebben aangemeld. Je krijgt $50 in credits voor elke medewerker die is toegevoegd. Hiermee kun je korting krijgen op de standaard of plus versie van Slack. Maar ik keer nu weer terug naar de free versie. Je kunt ook privéberichten sturen. Klik aan de linkerkant op de medewerker en vul het bericht in. Alleen deze medewerker kan dit bericht dus lezen en erop reageren. Je ziet dat Gerrit momenteel in de Do Not Disturb mode zit. Maar ik kan wel een pushbericht sturen. Dat doe ik. En dat helpt. Ik krijg een reactie terug. Je kunt ook een bericht met een bijlage versturen. Gebruik hiervoor de plus voor het bericht. Dit kan in kanalen, maar ook bij privéberichten. Je ziet verschillende mogelijkheden. Ik kies voor mijn computer. De afbeelding wordt geüpload. Daarna kun je tekst toevoegen en het bericht verzenden. Tot zover deze how-to over Slack. Meer in de volgende how-to.